kaartjes, dan gaan we even naar de keuken. Zo. Ja. Wies, we zijn zo dol op jouw eten. Heb je nog een recept voor ons? Ja, deze keer heel eenvoudig. Maar wel lekker hoor. Oh. Babi ketchup. Oh ja, smakelijk. Nou, je neemt 500 gram mager varkensvlees, 250 gram uien, liefst shallotjes, en 3 tot 5 teentjes knoflook, hangt er van af of dik of dun. En dan 3 eetlepels ketchup, een paar kruidnagelen, 3 tot 5, die laat je heel. Dan neem je verse gember, en dat is jai dus, maar je mag ook een eetlepel gemberpoeder nemen. Die uien en knoflook ga je heel fijn snipperen. En fruiten in boter of margarine, dat heb ik hier niet neergezet. En dan doe je dat vlees erbij. Op groot vuur aanbraden tot het sap heel goed er, helemaal eruit komt. En dan doe je de andere ingrediënten bij. Ik heb nog niet genoemd zout en suiker. Dus naar smaak, als gewoonlijk. Nou, als je die ingrediënten erbij hebt gedaan, laat je het op klein vuur gaar sudderen tot het, helemaal, het vlees helemaal zacht is. Als het wat indampt, doe je telkens wat water bij. Nou, al. Oh ja. Evies, doe jij nooit azijn daarin? Nou, ik gebruik praktisch nooit azijn. Als ik zuur wil hebben, dan doe ik er citroensap bij. Oh, en dat mag je wel eens doen. De ene keer wel, de andere keer niet. Ja. En die zout en suiker maar een heel klein beetje, hè? Na smaak. Geen beetje. Smaak. Nee, ach. Luidjes thuis, dit is een erg lekker recept, erg makkelijk. Dankjewel, Wies van Maarten.